Hier verbouw ik 10 hectare hennep. Midden in de Meren ligt dit hennepveld van boerin Marije. Ik ben eigenlijk melkveehouder en de melkkoeien eten gras. Dus was voor mij ook niet heel logisch. Maar op dit perceel stond wat minder goed gras en de hennep is ook goed voor de bodem. En ik dacht, het is misschien een goede wisselteelt. Dus dat wilde ik uitproberen. Op andere plekken in Nederland gebeurt het al, maar Marije is de eerste in de provincie Utrecht. Ze werkt samen met een organisatie die de hennep van haar koopt en daar bouwmaterialen van maakt. Dat is een hele mooie stap, want en hier in Utrecht heb je alsnog een hele belangrijke agrarische sector. Maar ook in Utrecht heb je een enorme bouwopgave, maar ook een enorme renovatieopgave. Hennep is ideaal materiaal voor woningbouw. 2 vliegen in 1 klap. Maar eigenlijk bijna nog wel meer vliegen in 1 klap. Want het heeft te maken eigenlijk met de grondstoffentransitie. Dat we minder afhankelijk willen zijn van fossiele grondstoffen uit het buitenland. Klimaat, een nieuw perspectief voor de agrarische sector. Hennep is vrij makkelijk te telen. En bovendien is het een duurzame vervanger voor glaswol en steenwol. Want die isolatiematerialen zijn vervuilend in het hele productieproces. Hennep is sterker dan staal en groeit dus gewoon hier in de Meren. Nu blijft het 2 weken op het land liggen om te versterven. En dan komen ze het ophalen, maar dan is het wel al in balen geperst. Daarna worden er dus bouwmaterialen van gemaakt. En dat werkt zo. Van de vezels, die zijn eigenlijk het meest waardevol, kunnen we isolatiemateriaal maken. Dit isolatiemateriaal is dus gemaakt van vezelhennep. En dan met name van de vezels die aan de buitenkant van het gewas zitten. En van 1 zo'n hennepveld kan je wel 20 huizen isoleren. Zien we straks geen koeien meer, maar alleen nog hennepvelden? Nou, ik denk dat het altijd een mix zal zijn. Omdat je om de hennep te laten groeien heb je ook een beetje mest nodig. Dus daar horen weer koeien bij. Dus zo hangt het wel allemaal met elkaar samen.